Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de hele Bijbel. We vervolgen vandaag onze Bijbelstudie over het Evangelie van Mattheüs. De vorige keer eindigden we met een groepje fariseeën dat bij de Heer Jezus kwam klagen over de discipelen. Het grote strijdpunt waar we in deze uitzending meer over zullen horen is de Sabbat. De discipelen hadden honger en plukten korenaren. Op zich geen probleem, waren het niet dat het de Sabbat was? Dat was volgens de Farizeeën streng verboden. Vandaag zien we dat de Heer het voor zijn mannen opneemt. Maar eerst kijken we nog even naar de hoofdlijn van de vorige keer. Johannes de Doper was gevangen genomen. Hij twijfelde of Jezus de verwachte Messias was, en stelde die vraag aan degene die het zou kunnen weten, namelijk aan Jezus zelf. Als Johannes discipelen weggaan, begint de Heer Jezus over Johannes te spreken. Hij geeft een geweldige getuigenis over deze man. Johannes was niet een gemakzuchtig of wispelturig mens. Hij was standvastig, ook in moeilijke omstandigheden. Johannes is de boodschapper. Waar Maleachi het in het Oude Testament al over had. Hij is degene die de Messias bij het volk Israël moest introduceren. Maar uit het vervolg blijkt dat Johannes niet voldeed aan de verwachting van de mensen. De Heer Jezus kijkt dan terug naar de periode dat hij in Galilea rondtrok. Hij verwijt de mensen dat ze, ondanks alle wonderen die hij deed, zich niet bekeerden. De mensen hadden veel genade ontvangen, maar ze verwierpen de koning. Ook vandaag biedt God genade aan om Christus te aanvaarden. Mensen kunnen discussiëren over hoe het dan gaat met degenen die het Evangelie nooit gehoord hebben. Maar dat is geen reden om Gods stem te negeren. Als God jou roept, als jij het Evangelie hoort, dan is het jouw verantwoordelijkheid om te reageren. De Heer Jezus is er duidelijk over: Hij biedt redding aan. Maar als mensen Hem verwerpen, dan moeten ze de gevolgen dragen. Dan is het oordeel niet zacht. Het idee dat God liefde is en daarom alles wel zal goedkomen, is niet Gods gedachte. Daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren naar wat de Heer Jezus echt zegt. Hij richt zich daarna tot ieder mens en hoort iedereen uit om bij Hem te komen. Elk mens mag komen met zijn zonde last en moeite. Hij wil rust geven. Alleen Hij kan vergeven en de last wegnemen. vorige uitzending raakte de Heere Jezus in gesprek met een aantal Fariseeën. De aanleiding was het feit dat de Fariseeën als het ware zeiden: Kijk eens, uw discipelen doen iets wat niet mag. Zij oogsten op de sabbat. Waarom laat u dat toe? Matthäus 12, vers 3. Maar hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Jezus antwoordde met het stellen van twee tegenvragen. Aan de hand van twee voorbeelden uit de Bijbel laat hij zien dat er wetsvoorschriften zijn die ongestraft geschonden kunnen worden. In vers 3 en 4 verwijst Jezus naar 1 Samuel 21, versen 1 tot en met 6. Opmerkelijk dat het in 1 Samuel 21 gaat over de tijd dat David werd afgewezen als koning. Ook de Heere Jezus werd als koning afgewezen. Zijn Messiaanse aanspraak werd niet erkend. David zorgde voor zijn mannen. En moest daarom de wet van Mozes ongehoorzamen. Nu was het Jezus die voor zijn mannen zorgde. Matthäus 12, versen 4 tot en met 6: Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten. Evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel de uitersten volgens Leviticus 24, alleen door de priesters gegeten worden. David kwam op de Sabbat bij de priester Achimelek in Nop. Daar stond in die tijd het tabernakel, omdat de tempel nog niet gebouwd was. Het was de honger die het overtreden van de ceremoniële wet rechtvaardigde. Zoals er voorheen voor de dienstdoende priesters geen sabbatrust bestond, zo nu niet voor de discipelen. Met de uitspraak, hier is iemand die meer is dan de tempel, Maakt Jezus aanspraak op een positie die boven het heiligste centrum van het godsdienstige leven uitgaat. Het heiligste centrum was de tempel. Daarmee had de Heer, naar de opvatting van de Farizeeën, God gelasterd. Als de tempel voor de dienaren de wet op de Sabbatsrust kan opheffen, hoeveel te meer dan de Messias voor zijn volgelingen? Hij is meer dan de tempel. Jezus verwijst naar Hosea 6, vers 6, waar staat dat God meer waarde hecht aan barmhartige liefde dan aan brandoffers. Bij de Fariseeën was juist het omgekeerde het geval. Dit leidde tot het veroordelen van de leerlingen van Jezus. Matthäus 12, vers 7. Maar als u geweten had wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Onze Heer verdedigt zijn volgelingen door te zeggen dat ze onschuldig zijn. Waarom? Matthäus 12, vers 8. Want de zoon des mensen is Heer, ook van de Sabbat. Geloof me. Jezus legde zijn hand op de heiligste regel die ze hadden. Toen hij zei dat hij de Heere van de Sabbat was. In de ogen van de Fariseeën kon hij geen grotere aanspraak maken. Oorspronkelijk was de Sabbat bedoeld als een geschenk, als een weldaad voor Israël. Het gebeuren wakte zeker kwaad bloed bij de geestelijke leiders. Het zal nu niet lang meer duren voordat ze van Jezus af willen. Matthäus 12, vers 9: En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. We gaan van buiten, waar deze discussie plaats gaat, en gaan naar binnen in de synagoge. Maar we worden er nog steeds met hetzelfde conflict over de sabbat geconfronteerd. Merk op dat er staat: hun synagoge. Het was bedoeld als een plaats om God te eren, maar dat was het niet meer. Ook vandaag is niet alles wat kerk genoemd wordt naar de wil van God. Ja, ook vandaag zal Jezus van sommige plaatsen zeggen: hun kerk, in plaats van mijn kerk. Matthäus 12, versen 10 en 11. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: Is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: Welk mens onder u, die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Een bijzondere gebeurtenis. Hoe kwam die man daar? Hebben de Fariseeën hem daar gebracht? Zo ja dan werd wat een valstrik voor Jezus moest worden, een kuil waar de fariseeën zelf in vielen. Als de fariseeën die man naar Jezus gebracht hadden, dan erkennen ze dat de Heer macht geeft om zieken te genezen. Dan erkennen ze zelfs dat wanneer er een hulpeloze man op zijn weg werd gezet, hij met medelijden bewogen werd en hem genas. Zelfs op de Sabbat. Wat een erkenning! Maar hun vraag naar de wettigheid van het genezen op de Sabbat was een valstrik. Maar de val klapte niet dicht. Jezus stelt een tegenvraag. Als u maar één schaap had en het zou op de sabbat in een put vallen, wie van u zou hem niet vastpakken en eruit halen? Daarmee wees Jezus gaan waarschijnlijk op hun eigen handelen ten aanzien van dieren. In dat geval moeten deze fariseeën tot de minder extremen behoren, die hun dieren, als die op de sabbat in een put vallen, eruit halen. Want er bestond namelijk ook een strengere opvatting die leerde dat je het dier wel mocht voederen, maar niet uit de put halen op de Sabbat. Matthäus 12 vers 12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. De Heere sluit de discussie af met een algemene conclusie. Het is dus toegestaan op de Sabbat goed te doen. Want als een mens het goede niet doet, wanneer hij daar wel de gelegenheid voor heeft, dan is dat een kwade daad. En kwaad doen is de grootste ontheiliging van de Sabbat. Hier zien we opnieuw, net zoals in de bergreden, dat de ingesteldheid of de motivatie van ons handelen het belangrijkste is. Matthijs 12 vers 13 Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en werd hersteld, gezond als de anderen. Jezus genas de man op de Sabbat. Brak hij de wet door niet te doen wat van hem verwacht werd? Nee, hij deed wat goed was. Ik las eens een getuigenis van iemand die zou aangenomen worden als predikant in een heel grote kerk. Vooral eer dit gebeurde, moest hij een prediking geven, waarna hij zou geëvalueerd worden. De man was uiteraard zenuwachtig. En juist voordat hij de kerk binnenging, kwam er een vrouw op hem af, met de vraag of hij haar kon helpen. Ze had heel wat moeilijkheden. Dit betekende dat hij te laat zou zijn voor deze prediking, die toch zo belangrijk voor hem was. Hij besloot om toch de tijd te nemen voor deze vrouw. Dat bleek echter niet nodig, want het was een test van de kerk. Ze hadden meer interesse in hoe zijn hart was dan hoe hij kon preken. Hij had de test doorstaan. Zouden wij de test doorstaan? Jezus, in alle geval wel. Matthäus 12, versen 14 en 15. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigten volgden hem, en hij genas hen allen. Deze verzen markeren de breuk tussen de godsdienstige leiders en de Heere Jezus. Nu nemen ze het besluit om Hem te doden. Jezus besloot om zich tijdelijk terug te trekken, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Ze zullen hem niets doen totdat het daarvoor de aangewezen tijd is. Het is van belang om te zien dat de Heer niet maar een paar mensen genas, Hij genas iedereen die ziek was. Dit was verbazingwekkend. Niemand kon dit negeren. Een neutrale positie was als het ware onmogelijk. Een mens moest hem aanvaarden of verwerpen. Ook vandaag is de Heere Jezus nog steeds een steen des aanstoots. Voor mensen, voor de duivel, voor zijn volgelingen en voor godsdienstige leiders. Ook vandaag geldt: je bent een vriend of een vijand van hem. Hij is jouw redder of op een dag wordt hij jouw rechter. Niemand kan Jezus Christus negeren. Matthäus 12, versen 16 tot en met 21. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jezaja, toen hij zei, Zie, mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken, en de walmende vlaspit zal hij niet toven. Totdat gij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn naam zullen de heidenen hopen. De Heer Jezus kwam niet naar de aarde als wonderdoener. Hij kwam om Zijn aanspraak als Messias voor te leggen. Hij volbracht Zijn opdracht tot aan het kruis, waar Hij uiteindelijk de redder van de wereld werd. Veel mensen volgen Hem achter om Zijn wonderen. Ja, menigten, zodat gij soms Zijn bediening niet kon uitvoeren zoals gij wilde. Matthäus citeert Isaiah 42. Daar wordt gezegd dat de knacht des Geren geen ruzie zal maken. Hij zal afzien van verering en het door de leiders verwaarloosde volk met liefde behandelen. De profecieën over de knacht des Geren worden vervuld in de Heere Jezus Christus. Ook met betrekking tot de niet-joden, de heidenen, worden de profecieën vervuld. Ook zij zullen gered worden. In het boek Handelingen lezen we dat hij onder andere Paulus opdroeg om een zendeling voor de heidenen te zijn. In Handelingen 26, versen 17 en 18 staat Ik zend u naar de heidenen om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Matthäus 12, versen 22 en 23 Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de zoon van David? Dit laatste is een retorische vraag. Met andere woorden zegt het volk: Dit is onze Messias. Hij heeft de kwalificaties. Hij verrichtte een groot wonder, net zo groot als het opwekken van de doden. Jezus bleef genezen en boze geesten uitwerpen. Dat overtuigde de mensen ervan dat hij de zoon van David was, de Messias. Maar wat zeiden de Fariseeën? Matthäus 12, versen 24 tot en met 27. Maar de Fariseeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus achterkende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. De Fariseeën discusseerden niet met hem, maar over hem, met het volk. Ze geloofden blijkbaar in een georganiseerd demonenrijk. Waarvan de overste Beelzebul heet. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat hij het bestaan van dit rijk bevestigt. Vanuit deze gemeenschappelijke overtuiging toont hij aan dat hun bewering onmogelijk is. Want innerlijke verdeeldheid betekent het einde van elk rijk, van elke samenleving. Als tweede argument wees Jezus hen erop dat het onlogisch was om zijn macht aan de Satan toe te schrijven en die van de Joodse duivelbezweerders niet. Matthäus 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Zeker, het koninkrijk is gekomen, in de aanwezigheid van de Messias, de koning zelf. Matthäus 12, vers 29 tot en met 32. Of, hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als gij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal Hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal Hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. We komen hier bij een moeilijk punt: het zondigen tegen de Heilige Geest. Vooral eer ik daar iets over zeg, wil ik jou meegeven dat er verschillende meningen over bestaan. Jezus begint met het woord daarom, en dat verwijst naar de voorgaande verzen: namelijk dat het onmogelijk is om neutraal te blijven. Een mens is met Jezus of tegen Jezus. Daarom is deze zonde niet een daad, maar een levenshouding. Het gaat om een bewust en goddeloze verwerping van de reddende kracht en genade van God. De fariseeën bevestigen hun houding door te beweren dat Jezus een bondgenoot van de duivel was. De reden waarom de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven zal worden, is niet dat de Heer het niet zou kunnen, maar eerder omdat de mensen die deze goddeloze levenshouding hebben, geen berouw hebben en zodoende geen vergeving willen ontvangen. Dus, als iemand bang is dat hij of zij deze zonde begaan heeft, dan is er veel kans dat hij of zij ze niet gedaan heeft. Laten we het illustreren. Stel, je bent ziek. Een dokter schrijft een geneesmiddel voor. Later sterf je, omdat je het geneesmiddel niet wilde innemen. Zo zal het helaas gaan met iedereen die Jezus verwerpt. Matthäus 12, versen 33 tot en met 37. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderengebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Het probleem van de nutteloze woorden ligt niet bij de tong, maar bij het hart. Het oordeel gaat om de gezindheid van de mens. Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en farizeeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Na alles wat Jezus al gedaan heeft, denken ze nu echt dat gij deze nieuwe aanpak zal geloven? Matthäus 12, vers 39 tot en met 41. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Jezus verwijst hem terug naar twee gebeurtenissen in het Oude Testament. Het eerste gebeuren is de geschiedenis van de profeet Jona. Jona werd als het ware uit de dood opgewekt toen hij in de vis zat. God bracht hem uit de duisternis in het licht. Jona's ervaring wijst naar de komende begrafenis en opstanding van Jezus Christus. De mensen van Nineveh ontvingen Jona en zijn prediking na het wonder van zijn redding uit de grote vis. En ze hadden berouw. De daden van het volk Israël plaatsen hen in een veel slachtere positie, omdat zij hun Messias niet ontvingen en geen berouw hadden over hun zonden. Matthäus 12, vers 42. De koningin van het zuiden zal opstaan en het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Het tweede voorbeeld uit het Oude Testament verwijst naar de koningin van Sheba. Zij hoorden van Salomo en maakten een verre reis om zijn wijsheid te horen. De Heer Jezus Christus is vanuit de hemel gekomen en is veel meer dan Salomo. Maar zijn eigen volk wilde zich niet naar hem keren. Matthäus 12, versen 43 tot en met 45. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat gij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt gij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Een mens geeft een boze geest, en die geest verlaat hem. De mens denkt dat hij helemaal vrij is, maar hij is onbewoond. Ja, omdat de Geest van God nog geen inwoning heeft gemaakt in deze mens, komt de boze Geest weer terug, maar nu met versterking. Om minder kans te lopen weer uitgedreven te worden, zal de boze Geest zeven andere geesten meenemen. Zo zal de laatste situatie van die mens erger zijn dan de eerste. Met deze gelijkenis maakt Jezus duidelijk dat de generatie Joden van Zijn dagen wel bezig zijn met het uitdrijven van demonen, maar niet met de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het Koninkrijk. Met alle gevolgen van dien. Zo gaat het van kwaad naar erger. Matthäus 12, vers 46 tot en met 49. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem: Zie, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei Zie, mijn moeder en mijn broeders. Jezus zegt hier dat de sterkste verwantschap die een gelovig mens vandaag kan hebben de relatie met God, met Christus is. Een gelovige heeft een nauwere band met andere gelovigen dan met niet-geredde familieleden. Matthäus 12, vers 50 Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. En wat is de wil van de Hemelse Vader? Dat wij naar de Heere Jezus Christus luisteren, dat we Hem aanvaarden en vertrouwen. We gaan nu naar Matthäus 13. Het evangelie naar Matthäus is een open deur naar zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In Matthäus 13 wil Jezus een beter begrip geven van wat het Koninkrijk van de Hemelen is. Waar kan een mens het Koninkrijk van de Hemelen mee vergelijken? De Heere Jezus gaat het nu uitleggen aan de hand van een aantal gelijkenissen. In iedere gelijkenis is een geheimenis verborgen. Een geheimenis, in het woord van God, is iets wat verborgen of geheim is, tot een bepaalde tijd en dan wordt onthuld. De gelijkenissen laten de richting zien van het koninkrijk, nadat het nabijgekomen is en door Israël werd verworpen. Gelijkenissen onthullen wat plaats zal vinden in de tijd van Christus' verwerping, tot de tijd waarop gij als koning terugkeert naar de aarde. Matthäus 13, versen 1 en 2 op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Tot nu toe had de Heere Jezus niet in gelijkenissen gesproken. Het onderscheid tussen het volk dat hem afwees en zijn leerlingen kwam nu ook tot uiting in de manier van onderwijzen. Jezus vertrok naar de oever van de zee, omdat hij daar tot veel meer mensen kan spreken dan in huis. In het begin sprak hij in de Joodse synagogen, maar later meestal buitenshuis. Niet dat de synagogen voor hem nu al gesloten waren, maar dat zou niet lang meer duren. Het volk verzamelde zich op het strand. De menigte was zelfs zo groot dat de Heer moest uitwijken in een boot, van waaruit hij het volk toesprak. In de volgende uitzending gaan we luisteren naar de eerste gelijkenissen. Geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar DoorDebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.